specialisme ouderengeneeskunde laat van zich horen. Wie alleen afgaat op het nieuws dat de media brengen, heeft waarschijnlijk een weinig positief beeld over de verpleeghuiszorg. Ajosse Lauke Bisschops en Vrije Angenent lieten daarom onlangs van zich horen door het uitbrengen van een dik boek met fraaie portretten en verhalen uit verpleeghuizen. Het verpleeghuis is het einde. Het boek van Lauke en Vrija maakte veel los. Er volgde zelfs een uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid. En dus grepen we onze kans om ook in Den Haag van ons te laten horen. Op 21 november 2017 bracht een delegatie van AJOS'en en specialisten ouderengeneeskunde een bezoek aan Theo van Uhm, de directeur langdurige zorg, en Anno Pomp, de coördinator strategie bij het ministerie. Er volgde een goed gesprek over de belangrijke rol van de specialist ouderengeneeskunde in de zorg voor kwetsbare patiënten. Als je naar dit boek doorbladert, de enorme variëteit die erin zit, mensen die hier beschrijven, het enthousiasme van de AJOS'en die aan het woord komen, of de specialisten ouderengeneeskunde, dat straalt er vanaf. Dus ik werd hier dol en dol gelukkig van. We worden niet opgeleid met hokjes denken. Dus waar een patiënt ook ligt met een complexe aandoening, waar overstijgend over na moet worden gedacht, ook met zingeving bijvoorbeeld, daar kunnen we ons nuttig maken. En wij zijn gewend, zo zijn we opgeleid ook, om vooruit te kijken. Dus vooruit te denken, wat zijn de problemen die zouden kunnen gaan volgen? Ik denk dat de kernboodschap toch wel is dat wij hartstikke trots zijn op ons vak, dat er heel veel al heel erg goed gaat. En dat wij voor de toekomst heel graag gefaciliteerd zouden worden om ons werk nog makkelijker en nog beter te kunnen doen. Ja, dan is het toch ook aan de SO's om het medisch leiderschap te tonen. Dat is het moeilijk van zo. Dus er is wel tegendruk van ons al. Dus dat gaat heel langzaam wel keren. Maar ik vind het ook wel aardig om, zeg maar, op gezette tijden, misschien nog één onderwerp bij de kop pakkend, om daar nog wat dieper met elkaar op in te zoomen. Wij zijn het specialisme van nu. En we laten nog meer van ons horen op ouderengeneeskunde.nu.